terug in de live studio. Wat een prachtige sport hier vanuit het Kralingse Bos in Rotterdam. En wat is het ongelooflijk spannend. Bij mij aan tafel twee nieuwe gasten, namelijk Peter Blanger, directeur Rotterdam Topsport. En Caroline Lavoy, van het bestuurslid namens Sport, namens het CAIO. Welkom allebei. En dankjewel. Vinden jullie het ook zo spannend? Ja, prachtige sport. Ja, kijk, eindelijk weer een evenement, ja, zouden we mooi, bijna zeggen. Hè? Mooi, dus, en dat het dan hier bij het CAIO in het Kralingse Bos kan zijn. In een geweldige setting, met prachtige topsport. Alleen maar genieten. Inderdaad, topsport. We hadden hier net in het vorige blokje twee oud-Olympiërs aan tafel. Tineke Bartels en Kobi van Balen. Nou, Peter, je bent zelf een oud-Olympiër. 4 keer deelgenomen, waarvan 2 keer beloond met een medaille. Neem ons mee in jouw ervaringen. Ja, jeetje. Nou ja, als je het hebt over de familie Bartels. Ik heb toevallig in Londen 2008 naast Joep Bartels gezeten bij de dressuur. En ik moet je zeggen, dat is dan een verademing. Want dan ga je natuurlijk heel anders naar zo'n wedstrijd kijken. Ik ben een leek op paardensportgebied, ik zal het maar gelijk zeggen. Okay. Maar ik ben altijd wel geïnteresseerd in, nou ja, wat zit er allemaal in? Wat gebeurt er? Hoe moeilijk is het? Hoe wordt er getraind? Etcetera, etcetera. Dus nou ja, hartstikke leuk. En ja, heel ver in het verleden, mijn allereerste Olympische Spelen in 88 was ook het debuutjaar van Ankie van Gunsven. Ik heb ooit bij haar in de lift gestaan op het moment dat zij net terugkwam van de training. Nou, dan leer je ervaren wat paardenlucht is. Oké. Okay. Dus jouw... nou ja, en haar daarna natuurlijk vele malen tegengekomen, gesproken. Ik ben op haar stal ook geweest. Dus ja, kortom, je wordt uiteindelijk toch wel op een of andere manier ook in de paardensport gezogen. En wat is je bijgebleven van die spoedcursus die je destijds van Joep Bartels hebt gehad? Nou ja, hoe ongelooflijk moeilijk en ingewikkeld natuurlijk zeker dressuur is. Kijk, springen is voor een leek natuurlijk wat makkelijker te volgen. Je gaat er overheen of je bent wel of niet binnen de tijd. Dat snappen we allemaal wel. Maar dressuur is zo specialistisch. Daar moet je toch wel een beetje een insider zijn om te weten waarover het gaat. Ja. Dus nou ja, toen ik als bezoeker bij Londen 2008 was en naar de dressuurwedstrijd kon. Nou ja, dan het geluk met Joep Bartels en Tineke was daar trouwens ook bij. Hè, want hun dochter reed toen ook. Ja, ja. Dus nou ja, dan leer je het allemaal wel. Maar goed, ik ben sportliefhebber, dus ook paardensport. Ja, maar dat is toch wel bijzonder, want niet iedere sportliefhebber gaat ook naar een dressuurwedstrijd kijken. Dus dat is toch bijzonder. Het raakt je toch kennelijk. Noem het beroepsdeformatie, maar juist buiten je eigen sport gaan kijken. Dat geeft natuurlijk hartstikke mooie, ja, sportoverstijgende inzichten. Ja. Ik ben ook bij het zeilen. Ik heb goede contacten natuurlijk in de sport. Ook vanwege mijn carrière. En ik ben ook lang coach geweest. Nou ja, dan leer je ook weer andere mensen kennen. Met name uit andere sportdisciplines. Dus je kan er ongelooflijk veel van leren. Ja. Dus nou ja, ook als je met een chef Jansen zit te praten. Ja, dan weet je natuurlijk ook wel hoe laat het is. Dus... dat is een goed gesprek. Nou, dan gaat het waarschijnlijk over paarden en over nog een paar andere dingen. Maar vooral ook sportoverstijgend. En dan is het leuke. Dan blijken, ja, ik kom uit een balsport. Maar dat, omgaan met een team bijvoorbeeld, is binnen de paardensportwereld natuurlijk ook best een uitdaging. Ja. Springruiters rijden in team. Straks krijgen we de landenwedstrijd. Is ook in teamverband. Dus er komen ook allerlei teamprocessen op gang. Nou, daar hebben wij toevallig ook een beetje ervaring mee. Ja. Als je een paar Olympische Spelen hebt gedaan met een stel... mensen met een Nederlands paspoort, waarin de verschillen ook natuurlijk groot waren. Is trouwens ook de kracht vaak van het team, diversiteit. Dus nou ja, daar komt een hoop psychologie bij kijken. Nou, wat ik net zeg, de kracht van het team is natuurlijk ook heel belangrijk voor de prestaties. Nou ja, je kan nog zo goed getraind zijn, maar als het team niet werkt, of er is geen bereidheid om voor elkaar te werken, of het zit niet lekker... Nou ja, daar kan je bijna niet tegen optrainen, want dan ga je er natuurlijk aan onderdoor. Dat krijg je een keer de rekening gepresenteerd. Ja. En nou ja, je vroeg net naar mijn Olympische Spelen. Ja, we hebben er wel een paar gedaan. Hè. Ze waren allemaal redelijk succesvol. Anderzijds, er zit altijd wel ergens een wedstrijd in. Dus je denkt van nou, lag het nou aan speltechnische invloeden? Of lag het ergens anders aan? En het grappige, ja, teamsport als volleybal speel je met z'n 6 plus vaak nog 6 man reserves die er vaak inkomen. Dat vaak het sterkste team op papier niet het sterkste team in de praktijk bleek. En hoe komt dat dan? Nou, dat je hebt vaak wel een soort van leider of een hulpleidertje. Je hebt een paar extreem getalenteerde spelers erin. Maar je hebt ook een paar werkpaarden die bereid zijn om iedere bal van de vloer te halen. Dat zie je niet direct terug op het scorebord of in enorme scoringspercentages. Maar wel in dat ze anderen de kans geven om tot scoren te komen. En daar moet dus een hele duidelijke hiërarchie in zijn, een speltechnische hiërarchie,
om dat tot stand te laten komen. Als ze allemaal de bal willen hebben om erin te slaan, ja, dan krijg je natuurlijk een duiventil en ruzie en oorlog. Nou, met andere woorden, dan ga je geen goud winnen. Nee. En in 2019 ben jij met al je ervaring begonnen als directeur bij Topsport Rotterdam. Hoe bevalt dat tot nu toe? Ja, nou ja. Kijk, het is bijna een cliché, maar ik heb al mijn halve werkende leven in Rotterdam gestaan. Als speler in Ahoy kreeg ik al te maken met de voorgangers van Rotterdam Topsport in dit geval. Ik heb 10 jaar lang gecoacht in het Topsportcentrum Rotterdam naast de Kuip. Eerst het clubteam en daarna nog 6 jaar het nationale team. Ook weer met steun en support en hulp van mensen van Rotterdam Topsport. Nou ja, en dan nu in deze rol. Dus ik zit er nu een kleine 2 jaar. Het gaat hartstikke goed met onze organisatie. En nou ja, ik wist waar ik aan begon, want ik kende er al een hoop. Het politieke gedeelte was relatief nieuw voor me. Maar dat, ja, ook met de mensen daar hebben we prima contact. Ook met de andere uitvoeringsinstanties in de stad. Want we doen het natuurlijk niet alleen als topsportorganisatie. Ja, het gaat super lekker. Geweldige collega's. Dus ik heb het bijzonder naar mijn zin. Maar bovenal ben ik heel erg blij dat we de deur weer uit kunnen. Ja, dat snap ik. Met dit soort evenementen. Dus ja, het is smullen geblazen. Als je van sport houdt, dan moet je bij Rotterdam Topsport gaan werken. Dat is een mooie oproep. Volgens mij hebben we er een klein filmpje van. Laten we heel even gaan kijken. Dan kan iedereen warm worden en gelijk solliciteren. Vijftig topsporters met Rotterdam als thuisbasis maken zich klaar voor de Olympische Spelen in Tokio. Rotterdam is hun krachthonk, trainingsveld en inspiratiebron. Een plek die ze helpt en uitdaagt. Rotterdam Topsport verbindt en ondersteunt alle Rotterdamse Olympiërs. Rotterdam. City of Champions. Op weg naar Tokio. Help onze topsporters op weg naar hun Olympische droom en word official partner. Make it happen. Inderdaad een hele mooie film. Wat zijn de doelen van Rotterdam Topsport? En zijn die nog haalbaar gezien de hele coronacrisis? Of hebben jullie moeten bijstellen? Nou ja, kijk, een van de doelen is natuurlijk om onze sporters die in Team NL verband zitten. Dus de Olympische kandidaten, waar we er hier ook natuurlijk een paar van hebben. Om die zo goed mogelijk te faciliteren in hun trainingssetting. Woonomgeving, eventueel met studie of andere hulp die ze nodig hebben om zo goed mogelijk zich voor te kunnen bereiden. Dus dan praat je echt over de topsportprogramma's die we in de stad allemaal gefaciliteerd hebben. We hebben natuurlijk geweldige faciliteiten in de stad, hè? Rotterdam Ahoy, de Willem-Alexander Roeibaan, de manege hier zo. Nou, zo kan ik er nog wel een paar opnoemen. Dus dat is één ding. Het tweede poot is de organisatie van tal van topsportevenementen. Daar is natuurlijk de CIO een jaarlijkse terugkomer in. En dat is eigenlijk onze core business. Nou, dat doen we vanuit enerzijds een subsidiestroom vanuit de gemeente Rotterdam. En anderzijds ook met hulp van een kleine 100 sponsoren die ook het budget significant aanvullen. Zodat we al dit moois kunnen realiseren. Nou, dan wat de invloed van corona is geweest. Nou, die was natuurlijk vorig jaar significant. CAO onder andere niet doorgegaan. We hebben toen een week gehad waarin 15 evenementen werden geannuleerd. En het is natuurlijk niet goed als je meer hebt betaald als organisatie om de annuleringen verder een beetje te organiseren dan dat je het zoals nu in doorgaande evenementen doet. Ja, vorig jaar waren het halen van de taakstelling evenementen was natuurlijk een uitdaging. Maar de gemeente snapte natuurlijk ook wel dat dat een reden had. En voor dit jaar hebben we eigenlijk, we hebben in de topsport natuurlijk zo'n vrijstellingsstatus gekregen. Die mochten door, ook met evenementen. We hebben een paar nieuwe concepten kunnen ontwikkelen. Onder andere in het zwemcentrum de e-triathlon. Zwemmen gewoon in het zwembad, maar het fietsen en het hardlopen was op de ergometer. En iedere bezoeker die er niet fysiek bij was, maar online, die kon via media als bijvoorbeeld Zwift in het wielrennen natuurlijk heel belangrijk. Dus online dat je dan meerijdt op een parcours op je eigen fietsergometer. Ja, 400.000 unieke hits. Zo. Nou, daar waren we anders nooit aangekomen. Nee. En dat heeft nu zelfs een heel vervolg gekregen in een aantal grote Europese steden. Ja.
Dus ja, het gaat hartstikke goed. We halen prachtige programma's binnen. Vorige week hebben we het Olympisch kwalificatietoernooi voor de turners gehad. Nou, nu hier een kwalificatiemoment voor de ruiters. Ja, dus het gaat supergoed met ons. En ook corona. Dat is wel een kenmerk van topsport. Je bent wendbaar en je bent ook wel in staat om om te gaan met veranderende omstandigheden. Nou, dat kwam goed van pas. Dankjewel en fijn dat je hier bent vanavond. Zeker. Carolien, ja, jij loopt al heel lang mee. Ja, dat klopt. Ja, op het CEO. Je vader was natuurlijk jarenlang voorzitter. Je bent zelf heel lang vrijwilliger geweest. Zeker. Wat maakt het CEO zo'n bijzonder concours? Ja, het CAO kan ik ook wel zeggen, zit echt in mijn hart. Ik loop hier inderdaad al rond sinds dat ik 9 jaar oud was. En dan zie je zo'n evenement al zo lang vanuit achter de schermen en zie je zo'n evenement groeien en veranderen. We hadden hier een grasbodem en daar is een mooie zandbodem voor in de plaats gekomen. Dat was heel erg goed voor de sport. We staan nu hier in onze grandstand die een goede 10 jaar geleden gerealiseerd is. En dat is inderdaad onder het voorzitterschap van mijn vader geweest. Het is toch wel echt voor ons als familie, maar zeker ook voor mij persoonlijk een evenement waar echt mijn hart ligt. Nou, vorig jaar ben je dan toegetreden tot bestuur en samen met Yves Houtakkers en Patrick van der Meer buig je over de sportieke toekomst van het evenement. Ja, inderdaad. Hoe bevalt die functie tot nu toe? Ja, ik vind het heel goed om inderdaad ook met onze topsportmensen in het bestuur echt die focus op sport te hebben. Want we hebben echt als bestuur gezegd, sport staat op nummer 1. Daarom hebben we ook echt alles op alles gezet om dit concours nu door te kunnen laten, door te kunnen laten gaan. Want zo noodzakelijk voor de sport. En met alle kennis en ervaring van Yves en Patrick is het gewoon heel leuk en waardevol om dat als team zo te kunnen doen. En hoe zien jullie de sportieve toekomst van het CAIO? Nou ja, zoals ik eigenlijk al zei, is sport staat echt op nummer 1. Dat zal echt zeker onze focus blijven, want daar draait het hier gewoon om. Het is een heel mooi evenement en een mooi feestje en mooi voor de stad Rotterdam. Maar het draait om de sport. En dat zal dus ook zeker zo in de toekomst zijn. En we houden sport goed in de gaten met alle kennis aan boord om toch te kunnen blijven innoveren. Heel hartelijk dank voor jullie komst.